Yo, Leiden. Yo, Jippie. Wat gaan we doen? Gaan wikkelen. We hebben een surrealistisch bal, georganiseerd door Amsterdam Spook en het is in Paradiso Noord. Daarvoor hebben we natuurlijk een mooi kostuum nodig. Dus we gaan zo op pad om de spullen te kopen en hem zelf te maken. Waar ben je naar op zoek? Doorzichtig draad. Deze aardige meneer kwam met suggestie om bubbeltjes plastic te gebruiken. Wat hebben we nu allemaal? Blauwe make-up, touw, latex handschoenen, tie wraps. Oh my god. Wat? Perfect! Dit is dus gewoon een surrealistische klok. Deze hebben we nodig. Staat hier centraal. En surreal is het echt wel. Het is zo vet hoe iedereen eruit ziet. Echt geweldig. Had ik niet verwacht. We gaan beginnen, denk ik. Phil Kano. Ik heb hier bij deze outfit. Heb je het zelf bedacht? Ik heb het bedacht, ik heb het gemaakt, ik heb het gedaan, ik heb alles. Ik maak heel veel kostuums, maar ik wou iets behoorlijk abstracts. Dit zijn gestanste repen met sponsjes. En met tie wraps heb ik alles in elkaar geknutseld. Nou, het doet mij heel erg denken als je wel eens gesnorkeld hebt in koraalriffen. Ja. Dan kom je heel veel zulke soort beestjes tegen. Ik sta hier naast Tamar. Zij is de organisator van dit prachtige feest. Ik vind het echt geweldig tot nu toe. Dankjewel. Hoe vind jij het? Ja, ook geweldig. De kostuumen zijn echt over the top. En iedereen heeft zoveel moeite gedaan. En hoe kwam je op het idee gekomen? Dit wil ik eigenlijk al 15, 20 jaar doen. Ik heb over de Rothschilds gelezen in een magazine, ja, denk ik 20 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Over zijn feesten en ik dacht, ja. Het is echt gaaf en ik vind het heel cool dat jullie lukt om het ook zo neer te zetten dat mensen echt hun best doen en echt hier niet durven aan te komen volgens mij zonder een mooi kostuum. Ik kan hier lang of kort over praten, maar eigenlijk gewoon heel kort. Want het was echt een fantastisch feest. De kostuums waren geweldig. En ik denk dat het beeld zegt eigenlijk al genoeg. Dus ik kan er wel over zeggen, maar dat ga ik niet doen.